Als kleine rakker ging ik spelen in de haven van Antwerpen. Alleen dat ze de haven aan het maken waren. Hè. En dan spoten ze die dorpen op met zeezand waar dat fossiel niet zaten. En ja, als kind dan denk je daar verder niet echt diep over na, maar dat blijft wel hangen. Na dat ik kind was daarna, ben ik dan dus mijn archeoloog ook opgravingen gaan doen. Tegelijkertijd was ik ook maakte ik veel tekeningen in het Natuurhistorisch Museum in Brussel. En dan zag ik ook dat het ritme wat je vond in die... Dat ook die beweging... Alleen dat vergeleek ik dan met beweging van een mens als de mens loopt en zo. Alleen ik zag daar allemaal verbanden en zo. Hè. Interpretaties, hè. Dus ik trok mij niks aan van klopt dat of klopt dat niet en zo. Op den duur was mijn interpretatie ervan dat ook met evolutionaire vormgeving te maken had. Met hoe dat de natuur geboetseerd heeft aan het uiterlijke. Hè. Dus door de miljoenen jaren. Dus wat je er juist zei van, ja, je hebt een eigenheid van... Het is gewoon een opstapeling van een idee en een ontwikkelen van een idee dat ik feitelijk van een impressie als kind heb opgedaan. Deze is in mijn slaapkamer en tegelijkertijd ook mijn tekenkamer. Als het koud is in de winter, dan barricadeer ik me hier. En dan werk ik uitsluitend hier. Dus ik kan zowel in een kleine ruimte als in een grote ruimte werken. Is beïnvloedt elkaar en is nuttig. Het tien voor ideeën. Vluchten laten ontwikkelen en eventueel dingen te maken die later in het groot kunnen uitgevoerd worden. Ik omring mij ook met een aantal tekeningen en daar zijn er onder andere tekeningen bij die ik heb gemaakt rond mijn 17, 18 jaar. Die oude tekeningen, er hangen er daar zo een aantal. Hè. Veel van die oude tekeningen kan ik niet meer ophangen omdat die vergaan. En ze worden te poreus. Die oude tekeningen hebben een keer hebben 2 jaar gehangen in de Verbeke Foundation in Kemzeken. En die hingen daar op een watercitern. Maar door de grote temperatuurverschillen van dat in de zomer koud water, in de winter, als daar echt soms binnenvroor, warm water, hadden daar heel dikwijls condens en dan liep dat over die tekeningen enzovoort. Ik dacht, ja, dat hoort er dan wel bij en zo. Maar op den duur geraken die tekeningen toch wel een beetje versleten. En daarmee moet ik daar nu wel meer voorzichtig voor zijn. Nu, die tekeningen, die zijn wel heel goed gefixeerd geweest hoor, met Arabische gom. En die kunnen toch wel tegen een stootje. Ja. Allee, kom, toch. Dus dat is bijvoorbeeld in Parijs getekend, deze hier. Ah, ja. Deze, maar dat hebben ze in Brussel niet, die opstelling. Dat zijn die voorlopers van de struisvogels die 1,5 keer groter waren. Dat ook. Dat is ook in Parijs getekend. Deze is een stuk van de tekeningen, van de schetsen die ik heb van... De verzameling van de iguanodons die natuurlijk in Brussel liggen. Hè. En dan heb ik dan dus achteraf ook, dat is al van een jaar of 4 geleden, combinaties gemaakt van stukken van iguanodons met insecten. En gelijk ginder, dat is dan een combinatie vlo met een hondje. Dus een hond en dan
met een vloer en een stuk kruispeen. En dan, ik heb dat dan Lupus Linnaeus, we noemden dat Linnaeus, dus de nomenclatuur van de dierenwereld en de plantenwereld heeft gegeven. Hè. En wat je heel veel in de media hoort, is de grote problematiek van onze planeet. En alles wat we achterlaten enzovoort. En daarmee heb ik dat als een soort mens herschapen die heel zijn rotzooi moet voortduwen voor nog in de toekomst te kunnen functioneren. Maar het wordt bijna onmogelijk omdat het te veel wordt, die rotzooi. Mijn schoorwerpen, dus ik kan vol met tekeningetjes, ook andere soorten tekeningen. Ik ben met veel dingen bezig natuurlijk. Hè. De fabriek hier, dat was vroeger een textielfabriek. En daar heb ik dus een dikke boek van teruggevonden. Met al de bestellingen enzovoort. En daar vind ik dat plezant voor tekeningen op te maken. Ziet? En dat is dan met al de cijfers van 1945 en soms van 1942. En dat is zo wat los schetsmateriaal. Weliswaar fragiel. Door het vergankelijke van die dingen. Dat zijn allemaal tekeningen. Een beetje aan het zoeken. Moet dat ze liggen? Ik moet er hier nog ergens in liggen. Kijk, dat zijn allemaal van die blauwen. Dat is zo wat vaak in een schetsboek. Ik zal ze beetje een boek laten zien. Ja. Er waren ook kaartjes die hier lagen in die fabriek. Bestelkaartjes. En zo met houtkool en wat pastel. In feite een schetsboek. Hè. Maar soms hangt er aan de muur ideeën, combinaties van ideeën. En dat ik dan aan de muur hang en dat ik dan een tijd kan bekijken en dan doe ik dat terug weg. En dan weet ik dat is dat. Heeft dat iets of heeft dat niks? Allee, is dat boeiend of niet? En ik doe veel dingen, hè. Dus het is moeilijk voor daar. Ik doe eigenlijk allemaal dingen die ik graag doe. Ik trek me daar vaak niet veel van aan of dat daar nu een laan in moet zitten of niet. Hier foto's van pakken. Tekenen. Is feitelijk het blad waar je dus op tekent, is een verlengde van je hersens voor ideeën te ontwikkelen, voor te evolueren ook. En voor mijn leven te omvatten ook, voor dat bij te houden. Omdat ik een slecht geheugen heb en ik vergeet heel veel, maar met mijn tekeningen onthoud ik alles. Daarmee is dat voor mij ook daar ergens een heel goede oplossing, of noodzaak of oplossing. Dat is... Maar het is ook vooral tot dingen te komen op een vlugge manier, weliswaar met veel inspanning toch, maar toch op een vlugge manier tot ontdekkingen, tot een begrijpen van de wereld rondom mij. En tot het ontdekken van wat dat er ook de mogelijkheden die ik in mijn hoofd kan ontwikkelen. Dat een zekere, toch een rijkdom genereert in mijn wezen feitelijk. Ja. Wat ik anders misschien helemaal niet zou hebben. Dat van die darkroom tekening. Die zijn in het complete donkerte gemaakt, als ik mensen aan het aftasten was. In het begin vond ik ze niet goed, hè, de tekeningen.
En mijn vrienden zeiden, oh, dat is goed, dat is goed. En wij dachten, oh ja, oké, okay, ja, ik ga nog wat doen. Maar het was wel interessant voor het te weten. Maar ik kon ze wel zien, die tekenen. Ik heb ze dan wel gezien. Maar elke keer als ik daaraan begon, dan heb ik geprobeerd van mijn verstand op nul te zetten. Dus van me op te concentreren alleen op mijn gevoel. Het zijn heel rudimentaire tekeningen. Maar dat gaf feitelijk een ander. Normaal zou ik zo niet getekend hebben, moest ik haar zo voor mij hebben gezien en dan zou ze daar zo niet hebben opgestaan. Als je zegt van je kon dat ook zonder model doen, dan put je al uit je memorie en dan begint je al te denken van hoe ga ik hier nu het beste manneke tekenen. Zo. Dus dat was ook niet goed. Hè. Dus ik wou per se ook een model hebben voor te onderzoeken wat het resultaat is als ik dus het sensoren niet via mijn ogen, maar via mijn tastzin gebruik. Dat ik een beetje verlegen was door het resultaat, is feitelijk een pluspunt. Iemand die iets maakt, die heeft niet direct door of dat goed of slecht is. En ik had dat dus ook niet door. Hè. Het waren mijn vrienden die dat wel door hadden. Hè. Dus ik heb dat dus eerst als experiment gedaan. Hè. Maar één probleem was, wat ik er juist vertelde, dat is die muur van controle op wat dat je doet. En heel veel, misschien de meeste of misschien allemaal, kunstenaars hebben dat. Dus van die culturele controle en dan de persoonlijke controle. En dan nog de controle van de man die het gaat kopen, enzovoort, enzovoort. En voor dat allemaal te laten vallen, dat is zeer moeilijk. En degene die dat dan kunnen laten vallen, hebben op een bepaald moment in hun leven, en die dan echt goed zijn, dan heb je dan de grote kunstenaars. Hè. De modellen deden dat ze niet gechoqueerd waren. En ze vonden het allemaal heel interessant. En ja, veel waren er natuurlijk ook een beetje de kluts kwijt. Hè? Als je helemaal afgetast wordt en zo'n hand in de donkerte, dat overal gaat en waar dat normaal niet past. Hè? Dus iemand die daar maar staat te kriebelen en te krassen enzovoort. Dus dat was wel een heel speciale ervaring. Ja. Ik heb het dan ook na een tijd niet meer gedaan. Omdat ik mij daar te veel in begon te specialiseren. En dan mijn hersens dat begonnen te aanvaarden dat een soort handicap was, dat ik mijn ogen niet meer kon gebruiken. En mijn hersens begonnen dan zelf te sturen, zo van, ook in het donker, zo van, kijk, als je nu dat zo doet op je blad en zo, dan gaat het een goed resultaat hebben. En dat was het al omzeep feitelijk. Hè. Dus dan moest ik dat wel stoppen. Dat zijn de schuif van die... Dat zijn die mengelingen. Spinigwannen dan. Dus met de poten en een stuk van een iguanodon van de rug. Van de ruggenweels van een iguanodon. Dat zijn dus die combinaties die ik maak. Of bijvoorbeeld de kop van een potvis met een meid. Ziet. Stofmaat, potvis. Ik geef dan ook een meer wetenschappelijke naam, Physeteridae dermatophagoides. Dat is dus in het kader van wat dat mijn
later of minder nabije toekomst ga kunnen produceren van nieuwe creaturen. En dat was feitelijk het idee. En daarmee gaat er in de, ja, ik denk zo binnen een vijftigtal jaar, gaat onze planeet met allerlei nieuwe soorten levende organismen bevolkt worden. En dan nog een beetje later gaat het er terug een Jeroen Bosachtige, of nog veel straffere creaturen gaan hier het levenslicht zien. Voilà. Laten liggen. Voilà. En dat is dus zo een mengeling van een rund met een olifantje, een voorhistorisch olifantje. Die tanden gingen eerst zo naar beneden. En dat is dus Taurus elephantidae. Dus een stier een mengeling van een stier met een olifant. Die mengelingen die gebruik ik natuurlijk. Allee, dat druk ik uit met ook met fossielen, omdat ik daar die kracht wil aan geven. Dat is fantasie, maar men is daar toch wel mee bezig. Ja, dus men komt nu tot de mogelijkheden van nieuwe soorten te maken. Dus ja, ik doe er daar natuurlijk nog een lab bovenop, maar men is daar wel mee bezig. Hè. Dus... Als je bedenkt dat onze wereld, en waar we dus nu allemaal bevindingen van hebben, dat 20 of 30 of 50 jaar absoluut niet denkbaar was, ja, dan mag je ook wel het onvoorstelbare verwachten binnen 20 of 30 jaar. Hè. Zo.